De drones waar wij met een stip op de horizon naar kijken zijn grotere drones waar je echt als een passagier ook in kan zitten. Of waar je bij wijze van spreken een container onder kan hangen om vracht te vervoeren. Bij Drone2Go zijn er een aantal grotere partijen in Nederland, zoals Rijkswaterstaat, de politie, de brandweer, maar ook de Nederlandse Voedselwarenautoriteit en ILT Aerosensing, die uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk willen hebben voor drones die à la minuut zouden kunnen uitrukken om te assisteren bij een incident. En de komende 5 jaar zullen we echt de opschaling van dit soort drones zien. Hè? Dus voor inspecties, voor toepassingen van de eerste hulp. Dus politie, brandweer, Rijkswaterstaat. Maar ik denk dat we ook al de eerste bezorgingen zullen gaan zien. Alleen al van kleinere pakketjes. Dus denk aan bloedmonsters, denk aan AED's. Allemaal dingen met een hoge waarde en die ook hoge prioriteit hebben om van A naar B te komen. Wat mij betreft over 10 jaar, dan hebben we een dekkend netwerk in Nederland. Waar meldkamers van de hulpdiensten à la minuut met hele eenvoudige hulpmiddelen een drone kunnen inzetten om oog, oren, neus in de lucht te hebben voor incidenten. Ja, dat kan iemand zijn die 's nachts gerommel hoort bij de buren, waar niemand thuis is en de politie belt. Maar ja, de politie kan misschien wel lang onderweg zijn in een afgelegen gebied. Dan zou er een drone naartoe kunnen vliegen om alvast te kijken. Het kan een verkeersongeluk zijn, het kan ook een aanvaring op het water zijn. Nou, voordat er dan een inspecteur is om te kijken wat de schade is en of er gevaarlijke stoffen vrijkomen bijvoorbeeld, kan je zomaar een half uur verder zijn. Die drone zou er binnen een paar minuten kunnen zijn en dan kunnen ze al meteen zien, hey, we moeten een sluisje afsluiten en er moet een brandweer naartoe. En ik zie trouwens ook een drenkeling. Maatschappelijke acceptatie, dat is wel echt iets wat heel belangrijk is. Daar doen we ook veel onderzoek naar. Maar wij denken dat sowieso met bijvoorbeeld politiedrones of bezorging van bloedmonsters, ja, dat daar natuurlijk wel maatschappelijk draagvlak voor is. Maar de hamburger bezorgen voor je deur, dat zal echt nog wel even duren als het überhaupt al komt.